Goedendag, mijn naam is Christian Karelsberg en namens de Viesman Academy hartelijk welkom. We gaan het vandaag hebben over een heel speciaal toepassingsvoorbeeld, het Addendum Zonneboiler. U neemt onze toepassingsvoorbeelden, u klikt erop, u gaat naar toepassingsvoorbeelden Vitodense E3 en hier hebt u Addendum Zonneboiler. Wat is nu het idee? Het idee is... Deze vier toepassingsvoorbeelden die we bespreken in andere video's, kan u alle vier uitbreiden met een zonneboiler. Dit heeft als voordeel dat we één schema maken en u als vakman kan dan twee schema's eenvoudig gaan combineren. De eerste variante dat we gaan bespreken is de variante met één boiler. Hier zien we het hydraulische schema. Ik heb mijn zonnepanelen, ik kan kiezen de EMS1 solar module of de SM1A. Ik heb hier mijn ketel met mijn verwarmingskant. En de verwarmingskant, daar neemt u een ander toepassingsvoorbeeld voor. Hier hebben we dan onze zonneboiler. Hier hebben we dan de destratificatiepomp van deze zonneboiler. Dat is een optie. Hier hebben we dan de sanitaire omlooppomp van de zonneboiler. Dat is ook een optie. Hier hebben we dan de solar divicon. En zonnepaneel, zonnevoeler en de koudwateraansluiting. Noodzakelijke materialen voor de variante 1, dat is één boiler. Wat hebben we nodig? Bijvoorbeeld een Vitocell 100U, een 300 liter witte boiler. Wat zit daarin? Daar zit al een Solar Divicon PS10 ingebouwd en we gaan die nemen met de SM1A module. Die zit ook inclusief, de collectortemperatuursensor is inclusief, de boilertemperatuursensor is inclusief, de solar luchtafscheider zit mee in die Divicon en ook uw vularmatuur. Wat is een heel goede tip om uw solar expansie wat heel vlot te vullen, maar ook het onderhoud te kunnen doen, dat is dat u een bijkomend vularmatuur op de aftakking van het solar expansie wat zet. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 2.4, zelfs met het hydraulische schema. Het voordeel daarvan is dat u dat heel efficiënt kan gebruiken als kapventiel voor service en onderhoud aan uw solar expansiewat. Let op, uw installatie vullen kan hiermee niet. U moet nog altijd de interne vulset gebruiken van uw Divicon pompgroep. Solar expansiewat moet u berekenen via Solsec en dan een thermostatisch mengventiel. Dat is verplicht indien u wenst dat de zonneboiler boven de 60 graden kan opwarmen. We hebben twee thermostatische mengventielen. Als u werkt zonder sanitaire omlooppomp, kan u een eenvoudiger model nemen. Werkt u met sanitaire omlooppomp, hebt u de ZK01-28-4 nodig. Hetgene hier ook is afgebeeld op het hydraulisch schema bij T43. Hier hebben we dan de elektrische aansluitingen van het ketelbord. Stekker 40 is de voeding, stekker 156 of stekker 96 kan u dan gebruiken om uw SM1A-module te voeden. We hebben dan de plusbus aansluiting naar uw SM1A module en uiteraard de boilervoeler, maar de boilervoeler van de ketelspiraal G05. Als u naar het hydraulisch schema kijkt, dan ziet u dat de G05 de bovenste boilervoeler is die verbonden is met de ketel. Op het standaard hydraulisch schema kan u wel een heel groot deel van uw elektrische aansluitingen terugvinden. Hier zien we de zonnecollectorvoeler wordt aangesloten op S52 aansluiting 6. S52 is ofwel de EMS1 module ofwel de SM1A module. Hoogstwaarschijnlijk zal u een installatie hebben met een SM1A module. De pomp, de solarpomp, wordt aangesloten op uitgang 24 van de zonnemodule. Ziezo. Wat zien we dan nog? De destratificatiepomp, indien voorhanden, die sluit ik aan op S52 aansluiting 22. Dan hebben we nog de zonneboiler, boilervoeler, onderaan de boiler, die wordt aangesloten ook op de zonnemodule aansluiting 5. Hier hebben we dan de boilervoeler, die wordt aangesloten op de ketelregeling. Zoals u kan zien, kan u in het standaard hydraulische schema al uw basis elektrische aansluitingen terugvinden. Elektrische aansluiting van de solarmodule, zowel de SM1A als de EMS1, worden besproken in een andere video. Opstart en service van de E3-regeling via de inbedrijfname assistent moet u hier gewoon bij solar zetten. Solar met basisfuncties, de rest is analoog uw ander toepassingsvoorbeeld betreffende de verwarming.
De coderingen van de installatie, heel belangrijk, onder de groep Solar, het debiet correct ingeven, dat is voor de kilowattuurteller. Maximale boilertemperatuur, staat fabriek op 60, die mag je op 80 zetten indien het thermostatisch mengventiel T43 aanwezig is. We spreken over collectoren van Viessmann met Thermprotect, dan mag u de maximale collectortemperatuur op 150 graden zetten. En hier hebt u dan de nalaatonderdrukking, dat u op 45 of iets hoger kan zetten voor het sanitair bij de boiler. Inschakeltemperatuur en uitschakeltemperatuur laat u gewoon op 8 en op 4 staan. Deze mag u verhogen indien u lange leidingen heeft, maar die mag u niet verlagen. Dus die 8 is de minimum en die 4 is ook de minimum. Zo, dit was dan het eerste schema. Hartelijk dank voor uw aandacht.